Yo mensen, broer, ik heb vandaag gaan wij naar het allerlaatste deel van Pokémon Fire Red. Ja, het allerlaatste deel tegen de champion, wat onze rivaal bleek te zijn. Wat echt, wow, what the fuck, niet zag aankomen. Als eerste wat we nog heel belangrijk moeten doen, wat ik niet moest vergeten. Ik heb net al mijn Pokémon's gerefreshed, maar ik had deze nog. Wat ik helemaal niet wist dat ik hem had, maar ik heb hem kennelijk. Het is een elixir wat doet gegeven de PP's van Pokémon. Ik dacht dus dat het voor één attack, maar het is voor alle attacks. Dus super chill, dat gaan we gebruiken. Op Spoke, of fucking course. Want Spoke heeft fucking chill attacks, man. Echt niet normaal. So here we go. We are going to do the shit. We gaan hem verslaan. We gaan hem hard. We gaan de grond erboren. Hij mag absoluut niet ontkomen. 3 en 2 en 1 en go. Oh, nu go. Ik ben er klaar voor. Gary, ik kom je verslaan. Bro, hey Kodaf. I was looking forward to see you, Kodaf. My rifles should be strong to keep me sharp. While working on my Pokédex, I looked all over for Pokémon. Not only that, I assembled themes that would beat any Pokémon type. And now, I am the Pokémon League champion. Kodaf, do you know what that means? I'll tell you, I am the most powerful trainer in the world. Oh, niet eens van ik daag je uit of zo. Nee. Gewoon heel random dat hij een uitdaging erin. Oké, doen we het zo, hè. Goed, Gary, ik daag jou uit. No problems. No problems whatsoever. Oh, dit zat er trouwens heel toevallig. Heel positief. We hebben namelijk Sparkle tegenover Pidgeot. Nou, dan winnen wij. Want ja, we hebben een elektrisch en dat is super goed voor flying. Go neer. Ja, dat wou ik net zeggen. Er moet er nog eentje bij. Oh, he withdrew him. Rival. Oh, hij is slim. Dit doet nou helemaal geen effect. Goed, gaan we ook wisselen. Want ja, dat moeten we natuurlijk niet hebben, hè. Dat moeten we niet hebben. Earthquake. Ja, dat doet al wel wat minder bij mij dan bij die andere. Bij die magnet. Dit gaat best wel heel erg hard. Een hydro pumpje erop, joh, waarom ook niet? Hoppakee, oh man, hij gaat dood, alsjeblieft. Hij is dood, nice. Nice. Die is niet hier. Ja, of course. Dat is echt een makkelijk. Zet Charger tegenover, met Charger neer. Er zijn 1 neer van hem en 2 halverwege neer, volgens mij bij mij. Als ik me niet vergis. Executor. En hoezo? Oh, flamethrower, die is dood. Sorry, het spijt me. Het is niet dat ik niet mag of zo. Het is gewoon puur zakelijk. Ik wil dit winnen, dit spel. Dus hij is niet in één keer dood. Wat de fuck is dit voor magie? Sleep powder, wat? Wat? Hij is veel te slim. Ik dacht dat hij super stom zou zijn. Gooi we halt erin, hè? Gooi je Harold erin. Go voor het Harold. Full Restore. Die zag ik niet aankomen. Ik dacht dat die pas als in rood staat. Nou, jammer dan. Kunnen we niet veel aan doen. Psybeam. Of doet dit bij hem? Not very effective. Egg Bomb. Die aanval heb ik echt nog nooit verhoord trouwens. Maar het is super effectief op hem. Oké, dan niet. Dan hebben we wel wat van zijn leven kwijt. Oh kut, Jared is in slaap. Laat maar. Laten we een monkey proberen, hè. Waarom ook niet? We proberen een monkey erop. Dan ben ik een beetje te veel aan het gokken. Moet ik niet doen. Mega kick. Hij mist. Hij fucking mist. Fuck is dit voor nonsens? Ik heb maar 5 op die aanval. Moet je het niet missen, ja? Nou. Niet veel effect, maar mijn monkey gaat er ook keihard aan. Goed, wisselen. Even wisselen hoor. Echt, ik zit een beetje aan te kloten nu, man. Als het zo doorgaat, dan win ik niet eens van hem. Dan kom ik niet, kom ik niet eens voorbij zijn derde Pokémon. Dat is een effect spook.
Jammer hè, Shadow Ball. Hopelijk doet dit goed genoeg om hem dood te krijgen. It's super effective. Nou, dat lijkt in ieder geval niet op. Sleepout. Fuck off, je dieve Sleepout. Ik vind het super irritant. Dan moet het sowieso hebben. De champions ook gereageerd. Want ik heb deze gebruikt op die andere mensen. Maar ja, YOLO, ik ben de baas. Ik ben overmachtig. Sparkle. Maak hem af. Vernietig hem. Giga Drain. Oh. Zag ik ook weer niet aankomen. Maar ja, ik zie geen enkel van zijn kut aanvallen aankomen. Wat een kut weet dat het is. Ja, weet je, mijn Jerry zou het in slaap brengen. Degene die jou zou moeten vermoorden. Hè? Die in slaap brengen. Ik voel niet zo slim. Rotjoch. It's not very effective. Are you fucking kidding me? Are you fucking kidding me? En dit. Nou is hij tenminste dood, ja. Yo, fuck dat. Goed, Sparkle. Charizard. Monkey. Spoke. Champion. Arcanine. Ja, of course. Ik ben niet gek. Er zit een Lapras erin, die trouwens heel weinig HP nog over heeft. Dat klopt, want die was net aangevallen. Goed, 2 van hem neer. 3 te gaan. 4 te gaan. Ik kan niet tellen, het spijt me. We gaan een Hydro Pump erop gooien. Come on. Come on, Lapras. Hydro Pump my way. Flamethrower doet heel weinig, want ik ben waterstom sukkel. Misschien net genoeg om hem dood te krijgen trouwens. Nee, doet het niet, maar ik ben wel burned. Dus gaan een full restore gebruiken, volgende bird. Hopelijk gaat hij dood. Alsjeblieft, zeg maar dat hij keihard neergaat. Bunt hem de grond in. Oké, nou is het echt... Wie is het eerste dood? Ik weet zeker dat hij ook een full restore gaat gebruiken. Waarom? Omdat full restores fucking handig zijn. Yo. Ik had awakenings moeten kopen, man. Jezus, ik wist dat de slaapaanval zou komen. Waarom heb ik geen fucking awakenings gekocht? Youngins, wat is dit? Oké, wat ik ga doen is gaan surf gebruiken, denk ik. En daarna een hard droppen. Dan heb ik eerst een kleine hoeveelheid eraf. En daarna doe ik de dikke hoeveelheid eraf. En zo haal ik hem dood. Lijkt mij handig tenminste. Oké, dan doen we het zo, joh. Vind ik ook best. Geen enkel probleem. Dat vind ik hartstikke chill, joh. Lapras can't like full experience, boys. Nieuwe level zit erbij van Lapras. Yeah. Pichot. Nee. Pichot gaat eraan. Pichot is mijn terrein. Pichot gaat nu aan. Ik heb jou gewacht. Je gaat eraan. Jij zal sterven. En ik zal overwinnen. En ik win. Ik versla je. Ja. Yes. Goed, Alakazam. Yes. Spook. Joop. Oh shit, hij slaapt. Oh shit. Sorry, hij slaapt. Kut. Dit is waar Spook voor bedoeld is. Nou, we gaan hem full restore opgeven, omdat ik toch geen awakenings heb. Dus ja, dat is best wel zonde ervan, maar ja, maakt niet uit. Psychic Lapras, I believe in you. You can do this. You can survive. You can freaking survive. You survived. You future side. Oké, dan krijgen ze een aanval in de toekomst. Die is gewoon dit. En voor mij heeft 3 beurten. Ice Beam dood. Please, sterf. Come on. Psychic. Ja, ik ben neer. Yo! Dankjewel Lapras. I don't give a fuck, serieus. Maar we hebben Spook nu. Waar Psychic echt super slecht tegen is. Zus, in slaap jij. Doei doei. Ah, doe allemaal land. Dan weet je ook eens hoe het voelt met je executor. Huh? Ja. Slaap je lekker? Ja. Ah, maar dat doet niet veel bij mij. Nee, want ik heb... Dit doet gruwelijk veel. Waarom doet het zo gruwelijk veel? Het wordt toch super weinig te doen. Fuck jou. Ga ik Dream Eater op jou gooien. Oh, wat zeg je daarvan? Ja, jammer hè. Oh, what the fuck. Het staat helemaal nergens op. Dream Eater. Pleeuw, pleeuw, pleeuw. Nieuw. Oh, hij is bijna dood. Ja, als je nou niet
wakker wordt. Ja, nou heb ik hem verslagen als het goed is, want dan gaat hij dood van een nightmare. En anders dan ben ik zo hard fuck, dan gaat hij een voerstoot erop gooien. Doet hij niet, want hij is dood. Yes, goed, here we go. Hoeveel hebben we er nog? 1 of 2 van mij? Blastoise. Yes. Sparkle, pak hem. Pak hem. Blastoise is zijn laatste. Wij winnen dit. Spark! Ik ben niet bang voor de Hydro Pump. Die overleven we wel. What the fuck? Overleven we niet dus? Oké. Maakt me niet uit. Ik heb nog een spook. Ik heb nog een spook achter de hand. Die hem in slaap doet. Oké, dan niet. Dan gaat spook dood alsjeblieft. Maar het spook nou niet doodgaan. Spook is zo cool. Man. Ja, dan moet ik eventjes snel met revives komen. Even serieus. Fuck, wat doen we? Ik klik te snel door. Dit is niet goed. Shit, die gaat in één klap van dood. Het is fucking fire. Dat is super slecht tegen water. Dat is gewoon... Dit hoeft niet eens een critical hit te zijn, hij was sowieso dood geweest. What the fuck doe ik? Dan ben ik ook bij mijn laatste. En Monkey wint er niet tegen, dat kan ik je vertellen. Dus wat we doen, we gaan in de terugzak. We grabbelen de revives. Die grabbelen op Lapras, want Lapras is onze tank. Die kan de meeste damage nemen. Monkey is dood. Zie je? En onze enige kans dus om Lapras erin te gooien, gaan we Lapras een potion geven. Gaan we daarna Pyrrhus Song laten gebruiken en daarna gaan we wisselen. Max potion erop. Ja. En dan ben ik met 200 AP en het is water tegen water. En het gaat echt niet dood van één keer. Rain Dance, super nice dit. Het started to rain, ja. Dat maakt me niet uit. Pyrrhus Song. Miss, mooi. We hebben gewonnen. We hebben de Elite 4 verslagen, mensen. We hebben de Elite 4 verslagen. Nice. Geen probleem. Ik heb revives. Dan gaan we gewoon Pokémon's reviven. Dat is serieus wat we moeten doen om gegarandeerd te winnen. We hebben nou een revive. We hebben 16 revives. Joh, spook. Kom uit het leven. Bite, wat schattig. Je bent dood. Je hebt niks meer. Je gaat eraan. Filter 2, 5. Zullen we nu eens inbrengen? Laten we zeggen Sparkle. Sparkle is ook een hele nice om erin te hebben hoor. Go. Rain continues to fall. Ah, jammer hé. Allebei op 1. Wat is dit dan? Pokémons. Wisselen. Spook. Shift. Spook. Wat gaat er gebeuren? Bite. Als we het overleven, doen we niet. Maakt niet uit. Ik krijg Lapras al niks bij. En tada. Lapras is gekleerd van Pyrrhus Song. Blasters heeft hem nog. Het valt een zero. Yeah! Yes! We fucking did it! Eit, dit vind ik mooi. Why did I lose? Because you're a loser. I never made any mistakes raising my Pokemon. Damn it, you're the new Pokemon League champion. Although, I don't like to admit it, Oak, good off. You bent heck. So, you
1, son. Sincerely, congratulations. You're the new Pokemon League champion. You've grown up so much. You've grown up so much since you first left with Charmander to work on the Pokédex. Good half. You have really come of age. Gary, I'm disappointed in you. I came when I heard you were beaten daily before, but when I got here, you had already lost. Gary, do you understand why you lost? You have forgotten to treat your Pokemon with love and thirst. Without them, you will never become the champ again. Kudaf, you understand that your victory was not just your own doing. The bond you shared with your Pokemon is marvelous. Kudaf, come with me. Mooie vloer glimt een beetje. Congratulations, Kudaf. This floor is for the Pokemon. This floor is the Pokemon Hall of Fame. Pokemon League champions are honored for their exploits here. Their Pokemon are also recorded in the Hall of Fame. Kudaf, you've worked hard to become the new League champion. Congratulations, Kudaf. You and your Pokemon are Hall of Famers. Sparkle, Lapras, Charizard, Cahuddle, Monkey, Spoke. Woo! We freaking did it! Oh yeah! Nice. Ah, die 24,5 is pure bullshit trouwens. Ik heb het veel sneller gedaan. Nice. Kom door de doorspoelknop, dan wordt de tijd heel hoog. The motherfucking credits! Yeah! Ik heb geen idee hoe fucking lang die credits duren. Boeit me eigenlijk ook vrij weinig de credits. Ze zijn op zich wel grappig om te zien. Wil je weten hoe de credits gaan, dan kun je op je internet opzoeken Pokémon Fire Red credits. Dan heb je gewoon precies de credits die ik hier nu heb, als het goed is. In ieder geval, ja, bedankt voor het kijken van deze serie, voor deze aflevering, whatever. Doe vooral blauw duimpje omhoog in ieder geval. Ik ben er super blij mee. Het eerste spel dat ooit ben begonnen op mijn kanaal, of in ieder geval dit kanaal. En uitgespeeld na 7 maanden of zo. Terwijl het echt veel sneller had gekund, maar ik was echt veel te langzaam. Maar ja, I don't know why. Ik heb het in ieder geval uitgespeeld. Super tof. Heb je van genoten, doe vooral blauw duimpjes omhoog op de afspeellijst. Wil je meer Pokémon zien? Dat komt binnenkort eraan als mijn computer gefixt is. Het is namelijk allemaal gepland geüpload trouwens. Maar als mijn computer gefixt is, komt er een nieuwe Pokémon. Dat wordt Pokémon Heart Gold. En ik weet niet welke starter ik ga kiezen. Het wordt waarschijnlijk Cyndaquil en dan ga ik Zuko noemen van Avatar. Dat vond ik wel dat ik iemand anders gezien dat had gedaan. Dus van ja, dat is wel een goede naam. Dus dat ga ik ook doen. Zuko. Klinkt gewoon nice. Dan wil ik alle Pokémon zal ik een bijnaam geven. Dan wil ik gewoon standaard maken. Gewoon alle Pokémon een bijnaam. Weet je? Lijkt me gewoon vet. Dus ik weet niet wanneer dat komt. Dat is mijn computer gefeest is. Dan komt er heel veel nieuwe coole shit. Echt zeker weten. Ik ga een tweet plaatsen. Volg maar tweet op. Twitter. @Kudaf, dan kan je gelijk zien wanneer hij terug is. Super tof. In ieder geval, alsnog bedankt voor het kijken van deze serie. Vond je het nou leuk? Geef erop blauw duimpjes omhoog. Abonneer mijn kanaal voor meer video's. Dan zie je gelijk wanneer al die shit wordt gefixt. En bedankt voor het kijken.
tot de volgende keer. Verder heb ik niet veel meer te zeggen. Maar ik wil eigenlijk een beetje over die outro, of outro over die credits heen lullen. Als je die credits alsnog te zien krijgt. Voor mij duurt het niet heel lang met die credits. Weet je, YOLO, ik blijf gewoon doorpraten tot het einde van de credits. We zijn nu toch pas 20 minuten bezig, dus ja. Wat maakt het nou weer uit, joh? Wauw, in ieder geval, hey, super bedankt voor het kijken. Ja, fuck die credits, joh. Ik maak hier gewoon einde aan. Vond je het leuk, ga dan vooral blauw nemen omhoog. En dan hopelijk zie ik jou de volgende keer weer. En dan zeg ik voor nu, later!